vijanden neer te slaan. Dat doen wij met zwaarden. Dat doen wij met kanonnen. En dat doen we met lansen. De steden, Zutphen, Naarden en Haarlem zijn al gevallen. Haarlem, Zutphen, naar Naarden. Daar hebben de bewoners uitgehongerd. En toen ze uitgehongerd waren, hebben we de stad binnen gegaan en hebben de stad geplunderd. Met Haarlem is het niet veel beter afgelopen. De Haarlemmers hebben 7 maanden voor de stadswallen gelegen. En toen na 7 maanden, met diverse aanvallen, waren ze uitgeput, uitgehongerd. De stadspoorten gingen open. En toen die stadspoorten open gingen, hebben ze een klopje kleiner gemaakt. Dat gebeurt er met mensen die verzet komen. En nu.